Soon it'll be holiday time again, and that means sailing. Real sailing. Tegenwoordige schippers, ik wil maar zeggen, die varen met de motor. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar ik wil maar zeggen, er zit geen kunst in, hè. Maar zeilen wel. Zeilen is goed, je zielen. Dat is ons hobby. Dat zou ik niet graag mee willen. Ja. Nee. Voor geen geld de wereld. En dat schuutje kan u ook niet kopen, wil u nou zoveel geld bieden? De naam van het schuutje waar ik nou op zeil, dat heet het Dorp Grauw. Daar vaar ik nog 9 jaar op dat scheepje. Daar heb ik 5 kampioenschappen mee gewonnen. Voor ons is nou Heerenveen. Wat denk je nou, hup Heerenveen? Ja, concurrentie, nou ja, zwaar natuurlijk, een zware concurrent. Nou, Heerenveen, dat is een hele grote concurrent. Maar ik zeg altijd, wie het hardste kan, die zal winnen. En ik vind het natuurlijk mooi, als mijn volkje voor is. Huh? Dat is ieder zijn eigen, hè? Ieder vecht voor zijn eigen. Dat is mijn mode niet. Dan ga ik liever een beetje bij de boel weg. Dan heb ik vrijer wind, hè. Друзья, друзья!
The mood is festive, but only one race has been run, and there are still 10 to come. Only when they have been run shall we know who has won the Zilveren Scoetje this year. Ja, we hebben een wedstrijd wat gehad, dan was het elke dag storm weer. En er kwam mijn schoondochter, die kwam Ringse vrouw. En, nou, die was nogal wat zenuwachtig. Ze zegt, oh, moeder, vader, die kan niet zwemmen. En zou je wel een zwemvest om hebben? Ik had liever niet zo'n zwemvest om, maar die jongen die zei, nou, vader doet zo'n zwemvest om. Nou, en ik had het ook om, dat snap je wel. Het was natuurlijk ook geen weer, hè. Want die jongen die zei nog tegen me, een beetje los, vader. Ik zei, nee, het hoeft niet meer, want het geeft niks. Hou je maar vast, want die gaat ondersteboven. Lastig, dan tel je het zaakje, nou binnen ze er allemaal of binnen ze niet. De jongens, ik heb drie jongens en die weten wel dat vader niet zwemmen kan. En de oudste die kwam boven en die klom bij de mast op, omhoog. En die schreeuwde, waar is vader? Nou, ik zie hier ook. Oh, zei. Ze zeiden omheen, grauw ligt dan. Ulbers zwager ligt dan, grauw ligt dan. Nou, ik denk, nou, dat is fantasie, nou, het is niet waar. Dacht ik. Ze zei, ja, rempel, hij ligt dan op. Ja, pech gehad, hè? Nou. Maar hij stond, nou, binnen het uur stond hij ook weer rechtop. Ja, de wedstrijd is gewoon afgelast. Maar ja, de laatste dag, dat was op een zaterdag. En toen hadden we eindelijk eens mooi weer. Maar, doe waait het niet zo hard meer, hè?
En dan zit je gunst, als nou maar blijft waaien, niet? Maar de spanning zat er dik in, want... Ja, dat liep tegen het laatst. Het zat erin en u weet al hoe dat gaat. Als wij kampioen wouden worden, en dat wou voor ons erg zwaar, omdat het zelf een schutje daartussen zat natuurlijk. Dat wou met alle geweld winnen als het kon. Maar dan moesten wij nummer 1 eindigen. En dat was een hele zware opgave. Dus totdat je los bent, zit je wel in spanning. Nu werd de spanning wel erger. Vond ik, voor mezelf hoor, want ik knapte haast bij tijd. Ja, dank je. Ah, fantastisch, hè?